Na het vertrek uit Hilvarenbeek werd door het team Kanjes van Giraf de laatste etappe aangevangen. Men stond voor een uitdaging door het schitterende en heuvelachtige landschap van Limburg. Een etappe die geen eenvoudige opgave was, doordat de vermoeidheid inmiddels had toegeslagen. Uiteindelijk, na een etappe van ruim 6 uur, was daar dan de finish op het Marktplein in Maastricht. De Kanjes van Giraf werden welkom geheten door Merel van Zuylen. Zij was de aanleiding voor deelname aan de Home Ride. Ja, gehaald hè? Ja, een beetje gaar nu hoor. Echt helemaal op, maar we zijn er. Super. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nee, dat moet je voor me afdoen. Oh. Lukt dat of niet? Wacht even, Maas. Ik draai hem even om. Dat hoort er natuurlijk wel bij. Hartstikke goed, super bedankt hè. Ja, dankjewel. Zo man, je bent er. Ja, gelukkig. Geweldig hè? Ja, dat was fantastisch, zeg maar. Dat is echt, echt top dit. Echt super. Ga ervan genieten. Komt helemaal goed, dankjewel. Wie mee wil rijden, joh. Ja, we waren hier al heel vroeg. Weet niet, hoeveel kilometer heb je op de teller staan? Ik heb uiteindelijk 200 kilometer op de teller staan. Nou, dat is een hele knappe prestatie. Ja. Zeker als je bedenkt waar je aan begonnen bent. Heel lang geleden, ja. Jaren, toen je 20 was, een beetje, deed je actief wielrennen. Ja. Je bent heel lang gestopt geweest, ja. Nu weer actief opgepakt. Is dit iets wat smaakt naar meer? Ja, zeker. Ja, sinds 2 december vorig jaar weer opgepakt. En ik ga dat zeker meer doen. Ja, ik heb me al opgegeven voor de Dam-to-Dam Classic bijvoorbeeld. Nou, je hoort het uiteindelijk iets, je oude liefde roest misschien wel, maar je hebt hem opgepakt. Ik weet nog heel goed het moment dat wij op Facebook bezig waren en het moment dat wij aan de telefoon zaten bij Van der Beek Rijdt Door. Ja. Toen hebben we jou over de streep getrokken. Klopt. Heb je er spijt van? Nee, zeker niet. Nee, dat was een hele mooie ervaring. Super. En nu gauw door dat huis heen, Gerard. Ja, welkom dankjewel. Thuis. Welkom in Maastricht, jongen. Hey. Nou, dat was Gerard. Goed gaatje. Hey, 500 kilometer in de benen. Ik ben helemaal versleten. Tot aan de laatste draad ben ik af. En waar ga je nou het eerst aan denken? Ergens in de hoek gaan liggen, vegeteren. Ik kan helemaal niks meer. Geweldig toch? En toch doorzettingsvermogen voor het doel? Nou ja, goed. Je hebt een hoop mensen die geld voor je gesponsord hebben. Dat wil je er waarmaken. Dan ben je van plan om 300 kilometer te fietsen. Gaat het zo lekker erin. En de laatste etappe die was wel zwaar hoor. Dat was werken. En de laatste 10 kilometer dat was dof ellende. Toch wel, laatste 10 kilometer. Helemaal ingezakt. Ja, eigenlijk lag je best wel binnen de verwachting eigenlijk van de tijd. Oh, dat is geen flauw idee. Dat, als jij het zegt, ik geloof je direct. Dat heb ik me allemaal niet meer bezig gehouden. Vooral het laatste stuk niet meer. Nou, ik vind jullie echt kanjes. Jullie hebben het echt gehaald. Nou, de laatste 10 kilometer was het dan maar. Maar je hebt het wel binnen. Het is wel gelukt. Ik ben de reet er trots op. Gefeliciteerd. Dankjewel.